Dag en welkom bij het FNV-journaal van vrijdag 10 maart, waarin we terugblikken op de première van de documentaire Overleven. En we gaan het met Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, hebben over de uitspraak in het kortgeding Long Covid. Maar eerst de stakingen in het streekvervoer. Die duren nu al maanden en zorgen begrijpelijk voor flink wat overlast bij het publiek. De FNV heeft weinig hoop meer dat de werkgevers dit gaan oplossen. En de vakbond heeft daarom de landelijke en provinciale overheid gevraagd om in te grijpen. En een einde te maken aan het cao-conflict. Dan hoeven de chauffeurs niet meer te staken en kunnen ze doen wat ze het liefst doen, passagiers vervoeren. Dinsdagavond ging Overleven in première. Deze documentaire van de FNV gaat over 8 werkende Nederlanders. In dit verhaal over oplopende werkdruk en stijgende kosten staan zij symbool voor miljoenen anderen. We staan hier vanavond in Tuschinski, Koninklijk Theater Tuschinski, bij de première van de FNV-documentaire Overleven. Niet zomaar toevallig, sta ik toevallig naast Roy. Die dacht even zijn koffie te kunnen drinken. Mag ik je even vragen? Ja, natuurlijk. Goed dat je er bent. Je speelt een belangrijke rol in de documentaire. Ze zeggen het, ja. Heb je hem al gezien? Ik heb de trailer gezien, maar het volledige document nog niet. Dus voor jou wordt dit ook echt de première? Ja, voor mij wordt het ook echt de première. Wat denk je, hoe het eruit zal zien? Ik denk dat er een keer een verhaal wordt verteld in een film wat de realiteit is. Wat jammer genoeg de realiteit is, moet ik zeggen. Maar wel een eerlijk verhaal. Mooi. Lachen en traan? Dat denk ik wel, maar ik denk voornamelijk een term. Ja, van de lach zijn we niet zo goed bij de FNV. Gaan we aan werken. We gaan naar binnen, we gaan kijken hoe het eruit ziet. Lieke, je hebt initiatief voor deze documentaire genomen. Nou, de première is geweest. Dan moest natuurlijk maar één vraag. Hoe voel je je? Trots. Ik ben apentrots op de prachtige mensen uit onze documentaire. En op het enthousiasme in de zaal vanavond. Dat liet zien dat mensen snappen dat we deze verhalen moeten vertellen. En dat ze daar ook hun bijdrage aan willen leveren. We praten met verschillende mensen die uit de zaal komen. En één ding is ook dat ze allemaal geroerd zijn. Had jij dat ook? Ja, absoluut. Ik heb natuurlijk het maken van de documentaire gevolgd. Heel veel gezien al van de beelden. Maar elke keer weer, elke keer dat je iemand als Monique hoort zeggen dat ze het niet meer redt. Iemand als Roy hoort noemen dat de collega's het opgeven omdat de werkdruk het gewoon niet meer te doen is. Ja, die verhalen, dat raakt elke keer weer. En dat is ook het belang van deze docu, dat we mensen raken. Zodat we ook laten zien dat er echt iets moet gaan veranderen nu. Wat vond je van de documentaire? Ik vond het heel indrukwekkend. Ik vond het aangrijpend. Ik vond het eerlijk. Ik vond het... Het emotioneert me enorm. Nou, ik dacht, ik was ook wel ontroerd eigenlijk, hoor. Ja. Hardwerkende mensen en die zo weinig verdienen. De werkgevers moeten er echt een oog uit de kop schamen. Echt waar. Ik vond het een prachtige film. Het kwam heel erg bij me binnen. Op veel momenten zat ik met een broek in mijn keel te kijken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat deze mensen hun verhaal hebben verteld. Omdat ze een voorbeeld zijn voor een hele grote groep mensen in Nederland. Roy, het is nu na afloop van de documentaire. Wat je voorspelde is eigenlijk allemaal uitgekomen in mijn ogen. Hoe heb jij het ervaren? Ja, heel positief. En dan de reacties achteraf dat zeggen van wat mooi dat je je verhaal hebt gedaan. Dat ontroert mij. Ik had net met een collega ook eventjes, die was ook heel erg emotioneel voordat we het podium gingen. En ja, dan breekt mijn zorg hard en dan moet ik even een knuffel geven. De komende tijd gaat de documentaire toeren door het land. Daarvoor kan je fnv.nl/overleven in de gaten houden. En daar komen de data op en kan je hem op andere plekken gaan zien. Gaan we dat ook doen. Dankjewel. En wie ook een verhaal te vertellen hebben, dat zijn de Uberchauffeurs. Zij strijden al jaren samen met de FNV voor een fatsoenlijk inkomen en acceptabele werktijden. Wie er alles van weet is Amrit Sugobind. Hij is bestuurder bij FNV Platform Werk. Amrit, de laatste paar weken zijn er heel veel acties van Uberchauffeurs. Hoe komt dat? Nou, ze zijn de manier waarop ze worden behandeld door Uber echt helemaal zat. Dat is een grote actiebereidheid onder chauffeurs. Ja, hey, en je zegt de manier waarop ze behandeld worden. Hoe worden ze behandeld? Want het zijn, ze worden behandeld als ZZP'ers, maar
Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het zijn op papier ZZP'ers, maar ze worden zeg maar aangestuurd, gecontroleerd en ook afgestraft alsof het werknemers zijn. Eigenlijk nog veel erger. Zij strijden nu vooral voor een eerlijk inkomen. Hè, dus eigenlijk moeten de vergoedingen die ze krijgen gewoon omhoog. De uurtarieven. De uurtarieven. Mm-hmm. De kosten zijn namelijk ook enorm gestegen. En anderzijds, ja, Uber die past allerlei dingen toe. Zoals mensen willekeurig uit de app gooien, waardoor ze in één keer ja, in feite ontslagen zijn op staande voet. En die praktijken moeten ze een keer gewoon stoppen. Ja, en het probleem is natuurlijk dat ze nooit een eigen klantenkring hebben opgebouwd natuurlijk. Hè, omdat ze op de Uber-app zitten, maar wel ZZP'er zijn. Dus dan zijn ze ook eigenlijk gewoon precies hun werk kwijt. Ze zijn per direct hun werk kwijt. Ja. Ze zijn ook hartstikke afhankelijk van Uber. Hey, maar er zijn nu heel veel acties hè, de laatste paar weken. Hoe komt het dat er dan opeens zoveel acties zijn? Zijn er zoveel chauffeurs die opeens veel meer bereid zijn om actie te voeren? Ja, inderdaad. En je ziet in verschillende steden dat chauffeurs zichzelf aan het organiseren zijn. Ze hebben ook wel gezien dat wat zij ook hebben gedaan, geprobeerd de afgelopen jaren, of dat nou die ronde tafelgesprekken zijn of input leveren, het haalt allemaal niks uit. Mm-hmm. Uber gaat altijd door op de oude voet. Ze hebben FNV eigenlijk daarin gevonden aan hun zijde, omdat wij de partij zijn die wel gewoon doorvechten voor die belangen. Ja, hey, en er is heel veel discussie over uurtarieven. Hè? Wat verdient een gemiddelde Uber-chauffeur? Nou, als je al gaat rekenen op de manier die Uber rekent, nou, Uber komt tot 32 euro per uur. Nou, dat is echt wat echt geen enkele chauffeur haalt. Nee. Wij komen niet hoger uit dan 18, soms 20 euro per uur. Als je daar alle kosten van aftrekt, kom je ruim onder de 10 euro. Dus onder het minimumloon terecht. En hoeveel uur moeten ze daarvoor werken per week? Sommigen werken 40, vul het aan met ander type taxiwerk. Ja. De meeste zitten toch wel op 50, 60. En in sommige weken, nou, als het kan, 70, 80 uur per week. Ja. Hey, en we hebben natuurlijk in 2020 zijn we begonnen met in ieder geval een rechtszaak tegen Uber. Precies. Omdat we vinden dat het werknemers zijn, hè? Ja. We zitten inmiddels een paar jaar verder. Hoe staat het met de rechtszaak? Ja, inmiddels we hebben de eerste aanleg gewonnen. We zitten midden in het hoge beroep. Er gaan enorme processtukken, vooral van de kant van Uber, op en neer. Dikke pakken papier. Dikke pakken papier. Ja. Die doen alles ook om allemaal zijpaden in te slaan, tijd te rekken, et cetera. Wat we inmiddels wel weten is dat we op 13 juni bij het Hof Amsterdam een zitting hebben, hoge beroepszitting. Okay. Dus dat wordt een heel belangrijk moment. Ja. Mogen beide partijen hun standpunten uitleggen. Wij nemen gewoon een enorme groep chauffeurs mee. En daarna is het wachten op de uitspraak. Ja. En kunnen ze dan nog, want wij krijgen natuurlijk elke keer gelijk. Tenminste, de FNV krijgt elke keer gelijk. Hoe zit het dan? Wat zijn de vervolgstappen? Stel dat we nu weer in het gelijk gesteld worden. Wij hopen dat Uber dan echt bereid is om te praten over hoe je dan die cao toepast. En hoe je die chauffeurs op een correcte manier gaat betalen. In het ergste geval gaan zij in cassatie naar de Hoge Raad. Ja. Ja, dat duurt het nog steeds een jaar, anderhalf jaar voordat je, net zoals bij Deliveroo, een hoogste uitspraak hebt. En dat is wel de tactiek die Uber in andere landen gewoon toepast. Ja. Door tot het einde. En jij noemt net de cao. Er is dan een uitspraak volgens mij dat ze onder de cao vallen, toch? Klopt. Welke cao is dat? De cao, tegenwoordig heet dat zorgvervoer en taxi. Maar gewoon dat is de taxi-cao. Ja. Ja. Oké, dus daar vallen ze eigenlijk onder? Daar vallen ze onder. De rechter in Den Haag heeft ook uitgesproken dat de cao is waar Uber onder valt. Dat is een rechter in Amsterdam. Alleen ze willen hem gewoon niet toepassen. Nee. Nou, ik wens je heel veel succes. Je hebt in ieder geval een lange adem. Dankjewel. Dankjewel. En dan gaan we nu naar het interview dat ik eerder had met Kitty Jong, vicevoorzitter FNV, over de zaak long covid. Kitty, daar staan we dan, 2 dagen na de uitspraak van de rechter in het kort geding dat de FNV en CNV hebben aangespannen tegen de staat in zaken long covid. Ben je chagrijnig? Nog steeds eigenlijk wel een klein beetje. Maar we hebben ons er eigenlijk woensdag, toen de uitspraak kwam, hè, de uitspraak was dat wij procedureel de zaak in zaken het long covid fonds hebben verloren. De rechter heeft ons niet ontvankelijk verklaard om een collectieve regeling te vragen voor de 1000 mensen die wij vroegen. Ja. De rechter heeft wel gezegd dat we inhoudelijk wel een zaak hebben. En niet met zoveel woorden, maar dat is er wel in te lezen. We zijn nu 2 dagen verder. Woensdagochtend hebben we ons er wel even overheen moeten zetten, in alle eerlijkheid. Ik heb ook woensdagmiddag gelijk een webinar georganiseerd voor alle betrokken long-covid-patiënten.
Omdat we ook wel wat nazorg wilden doen. En ook bespreken hoe we verder gingen. En we hebben eigenlijk al wel weer een plan hoe we verder willen. Okay. Dus kun je dat hier delen, dat plan, al een beetje? Of, nou, een beetje wel. De minister had natuurlijk sowieso een regeling aangekondigd. Ja. Die vinden wij te weinig voor een te kleine groep. En hij komt sowieso veel te laat. Het gaat dan om de groep alleen van de eerste golf, hè, die met long-covid... Ja. Ja, daar gaat het over. Het gaat over mensen met long-covid... die long-covid als beroepsziekte hebben opgelopen. Ja. En 92% van alle beroepsziektegevallen die nu gemeld is... komt uit de sector zorg en welzijn. Daarvan is in 2020 was de overheid... heeft niet voor voldoende beschermingsmiddelen gezorgd. Rare richtlijnen. Richtlijnen in strijd met de internationale richtlijnen. Wij vinden dat ze aansprakelijk zijn voor de gezondheidsschade. En ook de financiële schade die de mensen hebben opgelopen... die nog steeds ziek zijn en inmiddels ontslagen. Ja, want hun 2 jaar loondoorbetaling zit erop. Er zijn hele schrijnende gevallen bij. Maar over het algemeen is het inkomensverlies 30-50%. En mensen zijn nog steeds heel erg ziek. Ja, mensen die al... ook bij de voedselbank lopen op dit moment? Mensen die bij de voedselbank lopen, mensen die hun huis moeten verkopen. Ja. De minister voelt zich moreel verantwoordelijk voor alleen de eerste 3 maanden. Wij zeggen nee, alle mensen in 2020 die in de zorg werkten... die moet je compenseren voor het verlies aan inkomen. En als je helemaal als je kijkt naar wat het ministerie op dit moment doet... rond het onderzoek naar long-covid, is praktisch stopgezet. Ja. Zorgverzekeraars keren de behandelingen niet meer op uit... Minister vond eigenlijk eerst dat we het maar via de CAO moesten regelen. Nou, het is echt een puinbak. Ja, het gaat heen en weer, hè, de hele tijd. Maar we gaan nu afwachten wat ze gaat doen. Ze heeft gezegd dat ze in april met een regeling gaat komen. Ja, ik wou net vragen, tot wanneer geef je er de tijd? Maar... precies, in april weten we gewoon meer. En in de tussentijd maken we natuurlijk wel gebruik van de ruimte die er in tijd nog is... om toch ook vanuit de politiek nog te beïnvloeden... Ja. dat die regeling wel gaat worden zoals wij het mag niet stil worden hier. Het mag niet stil worden. Dat is nu het onmiddellijke belang. Maar tegelijkertijd zijn wij natuurlijk met onze advocaten in gesprek... Ja. over wat dan de kansen op een bodemprocedure zijn. Want dit was een kort geding. Ja, oké. Okay. Nou, spannende tijden worden het dan. Ja, vooral voor de mensen. Ja, hè? Ja want je vertelde, hè, die heb je meteen eigenlijk gesproken. Wat was hun, nou ja, weet je, de stemming? Nou, de stemming was erg neergeslagen. Het risico dat we zouden verliezen was wel ingecalculeerd. Maar het valt toch tegen. Ja. Het viel mij ook tegen. Ja. Je gaat toch hopen van, nou, het is zo'n rechtvaardige zaak. Het kan niet anders dan dat we gelijk krijgen. Nou, we krijgen inhoudelijk gelijk. Procedureel niet. En gelukkig, na het einde van de bijeenkomst... waren ongeveer 15 mensen met long-covid aanwezig digitaal... Nou ja, zag iedereen wel weer een beetje hoop van dat, dat we nog dingen kunnen doen. Ja, wij laten ze in ieder geval niet in de steek. Wij laten ze niet in de steek. Sterker nog, dit past wat mij betreft ook heel erg in de strategie van Nederland verdient beter. Want uiteindelijk is dit ook een kwestie van waar besteden we in Nederland ons geld aan. Ja. Gaat dat naar bedrijven? Gaat dat naar aandeelhouders? Of besteden we dat geld aan mensen die in cruciale beroepen in de frontlinie hebben gestaan in de coronacrisis? Nou, voor mij is dat antwoord duidelijk. Ja, en dan niet alleen de eerste golf, maar inderdaad wat wij willen ook. Maar dan ruimhartig en niet gaan beknibbelen omdat je politieke risico's ziet. Hè? Want zo redeneerde minister. Ja. Oké, okay. Nou Kitty, dankjewel en succes. Dankjewel. En tot slot nog wat kort nieuws. De CAO-acties bij Forbo gaan door. Bij het vloerenbedrijf in Assendelft is donderdag het werk neergelegd. De staking duurt nog tot maandagochtend. Bij de Bijenkorf wordt vandaag voor de 16e keer het werk neergelegd. En bij de ING viel woensdag een ultimatum op de mat. De directie van de bank heeft tot maandag 13 maart de tijd om acties te voorkomen. Anders is het de dag daarna meteen raak. Want de werknemers laten er geen gras over groeien. Het zal wel de allereerste keer zijn dat er een werkonderbreking plaatsvindt in de geschiedenis van de bank. Dat was het voor deze week. Dankjewel voor het kijken.